zijn. Jongen, het zal niet meer gaan, want hier wordt allemaal van mij, had hij gezegd. Maar dan moet hij weg, hij moet weg van zijn flesje en van de schuur. Nou staat hij te janken achter de schuren, verdomme. Hij schudt mee zijn hakken tegen de muur. Kon zo wijd komen, waar moet hij nou? Hij was hier nog zo. Nee, alles ligt stil. Ja, maar goed, het is wel heel goed. Het is de D66, etc. Om dan weer te gaan de feestdagen maar even wat doen. Dat is natuurlijk niet alleen feestdagen, maar alleen runderen, kalveren, varkens. Het zijn groenten die ze bouwen. Dat is het. Het eten wordt dan nog duurder. Het is genoeg. Buiten dat je een hele groepschap criminaliseert, dat deels werkeloos maakt, dan heb je ook cultuurvoorziening. En mind you, de export. We exporteren ontzettend veel producten die deze boeren. Ja, natuurlijk. Kijk, in Duitsland bijvoorbeeld, daar wordt er bij heel weinig akkerbouw meer. Terwijl dat vroeger een van de grootste graanproducenten ter wereld was. Er wordt alleen nog maar ingekocht. Waar zijn ook nog een laagste noordje van? De boeren in Nederland zijn ook veel strenger. Dat moet zo weten. Dankjewel. Boeren komen vandaag naar u. Komt u nog wel eens bij de boeren ook langs? Terugkomen. Ja. En met die ervaring, wat zegt het u dat er zoveel boeren hier op trekkers naartoe zijn? Nou, dat is de overal. We hebben hier te maken met een van de braafste, de meest gezagde vrouwen en een van de nuttigste beroepsgroepen die ik lang ken. En als die massaal op stal met onder de koe vandaan komen, van het land komen en hier naartoe rijden dat ze duizend bedden veel te zijn, dan is er wel een gemeenschappelijke politiek. Kunt u als de politiek, dan bent u ook onderdeel van iets doen voor deze politiek? Dat gaat niks van niemand gaan doen. Dat is een politiek. En wat zou dat concreet kunnen betekenen? Wij moeten gewoon een verpleger zijn, wat nu actueel is. Dat zijn de vragen over de stikstof. Dat is dat die aard voor onze eigen politici nodig geweest. Dat het is verraad. Die is zo uitgepakt door de conferentie van de ondernemers. Veel afsteek bij de Duitse collega's en de Belgische collega's. Dus laten in Brussel het over. Nederland heeft gewoon de regels die daar in Brussel zijn opgesteld feitelijk niet nageven. Nou ja, bij de implementering van die regels is het zo duidelijk dat de implementering in Nederland gaat komen voor de boeren. Vrede op ons bord!